Een heel goede avond, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gouden Bern. En vandaag hebben we het over de Gouden Bern van de VVD. Speciaal gast van vanavond is Aukje de Vries, fractievoorzitter van de VVD in de Leeuwarden gemeenteraad. En toen ik het met een aantal mensen had over mijn gast van vanavond, Aukje de Vries, was direct de vraag van, is het familie, heb je daar wat mee? Nou, laat ik het voor eens en altijd maar even meedeel. Wij hebben niks met elkaar. Maar Aukje, dat is misschien wel anders met Andries Veldman. Want wat las ik deze week in de krant? Ja. Andries stelde op een collega journalist, die stelde op een persconferentie met BMW een aantal kritische vragen aan het college. Ja. En wat zagen wij? Het was op briefpapier van Aukje de Vries. En dan denken ze direct dat dat voor mij is. Ja. Vertel eens. Nou goed, Andries heeft mij gewoon in die zin opgebeld. Zo van, ja, goh, wat is jou opgevallen in de begroting? En dan geef ik daar gewoon een aantal antwoorden op wat mij betreft. Wat mij opgevallen is. Niets meer en niet minder. Zit niks meer achter. En dat hij dat dan benut om kritische vragen te stellen. Dat is, dat is een hem. Ja. Oké, okay, dan is dat ook weer uit de wereld. Aukje, welkom. Ja, hoe is het? Goed, ja. Druk? Ja, nou, want het begint weer wat te lopen. Politiek kunt, trekt wat aan. Je kunt geen krant meer opslaan of er staat wel iets in over de VVD. Leeuwarden op Tolenburg, hè? Ja. Zullen we een paar dingen bij de kop pakken, want we hebben maar een half uurtje. De kwestie Famila. Ja. Zijn jullie druk mee bezig? Kritische vragen gesteld. Wat stuit jullie zo tegen de borst? Nou kijk, we hebben natuurlijk eerder een discussie gehad over Famila, vooral ook op de locatie. Dat is een megasupermarkt, een Duitse keten. Niet zomaar een supermarkt, maar ook die van alles en nog wat bij verkoopt. Dus niet alleen maar een supermarkt. En daar hebben we een hele uitgebreide discussie met het college over gehad, over de locatie Werpsterhoek, omdat ze zich daar wilden vestigen. En daar is toen van beide kanten, door de raad en door het college, gezegd van nee, dat willen we niet. Want dat is een te grote bedreiging op dit moment voor de ontwikkeling van de binnenstad en de economie die daar zich heeft. Dat was grote consensus, hè? Raad, ja. College. Klopt. En opeens moet je uit de krant lezen dat er toch weer gesproken wordt. En dan vinden wij toch in ieder geval minimaal netjes dat je dat die discussie ook met de raad doet. En niet zonder meer maar dat wij dat uit de krant moeten lezen. Ja. Nu heb je 13 vragen gesteld. Wat is voor jou nou de meest essentieel vragen? Wat mij betreft van waarom inderdaad ook het college, zeg maar, zonder daar met de raad over te praten, terwijl het een politiek gevoelige kwestie is, toch dat gesprek aangaat. En wij vinden de brief toch wel heel erg afwijken van wat wij eerder besproken hebben. Ja, u bent van harte welkom, staat er bijvoorbeeld in. En we gaan kijken van dat het proces niet op schema ligt en dat we u willen accommoderen. Het lijkt erop alsof die er al zou komen, hè? Ja, dat wekt de brief, die indruk wekt de brief wel een beetje. En dat vinden wij ook heel raar, omdat er ten eerste uitgebreid over gesproken is. Maar er zijn ook hele andere ontwikkelingen. Bij de centrale ligt er nog een plan wat wij als raad nog moeten bespreken en waar we het over moeten hebben. Ja, en dan komt dit er zomaar tussendoor fietsen. En wat jullie ook tegen de borst uit is dat het een brief is van de wethouder. Ja, klopt. En niet van het college. Is dat een beetje zoeken naar een motief of is het echt een principieel zaak voor jullie? Ik vind het wel een principiële zaak. Er is in het verleden zijn er best wel veel problemen geweest, ook met brieven van wethouders. Onder andere eentje van Bernd Bilko, die we ook in de vragen aanhalen. Over stedelijke vernieuwing, die rechtstreeks als wethouder een brief aan de corporatie stuurde. En daar zaten gewoon hele grote consequenties voor de gemeente aan vast. En op het moment dat je dat doet en in feite solo zo'n actie doet, ja, het college is dan onduidelijk van, heeft hij hetzelfde standpunt, staat hij erachter? Dus toen is afgesproken, wethouders tekenen geen brieven meer. Dat is altijd het college van BMW. Om er toch een paar extra checks in te bouwen. Ja. Nu hebben jullie die vraag gesteld. Wat verwacht je nu van het college? Uiteraard snel antwoord op die vragen, maar ook snel daarna een discussie wat mij betreft met de wethouder en het college over wat gaan we nou dan eigenlijk doen? He, want er werd in de media een beetje gesuggereerd dat er 3 locaties staan. Nou, die komen in de brief eigenlijk niet echt naar voren. Cambuur, de Centrale en Werpsterhoek. Wij willen wel in zijn totaliteit blijven kijken naar welke consequenties heeft dat voor de detailhandel in Leeuwarden. Vooral de binnenstad baart ons grote zorgen, want uit het vorige onderzoek is gebleken dat die toch wel heel erg te lijden hebben van zo'n grote supermarkt op dit moment met al die bijproducten die ze ook verkopen. Want het is niet alleen de levensmiddelen die ze verkopen. Het is een heel groot bedrijf. Het is een heel groot bedrijf. Ze verkopen allemaal huishoudelijke artikelen. Families verkopen ook cd's, boeken. Het is kleding zelfs. Dus het is echt een heel breed pakket. Ja. En die concurreren gewoon met de binnenstad. Ja.
Ja, jullie zijn wel de partij van marktwerking en gooi alles maar open in principe. Ja, nou, dat hebben we wel eens vaker gezegd. Er zijn wel meer die daarover vallen. Wij zeggen wel, van dan moet je ook gelijke kansen bieden aan mensen. Het is natuurlijk zo dat als je ergens buiten zit, dan kan je gigantisch veel parkeerplaatsen erbij realiseren. Nou, we klagen ook altijd over de hoeveelheid parkeerplaatsen hier in de binnenstad. Dus je moet daar dan wel ook gelijke verhoudingen krijgen. En dat moet, wat ons betreft, moet de ene werkgelegenheid, ja, als dat gigantisch ten koste van onze mooie binnenstad gaat, zou ik dat heel erg zonde vinden. En dan moet je toch ook eventjes wat verder kijken dat je neus lang is wat ons betreft. Jullie vraag stelt aan het college. Heb je ook al reacties van andere partijen? Nou, er zijn wel een aantal partijen die ook hun zorgen uit hebben. Die het ook wel typisch vinden dat het nu op deze manier gaat ook vooral. Kijk, je moet altijd openstaan voor bepaalde discussies. Maar dat het college dan zomaar weer gaat praten met zo'n club waarvan wij dachten van ja, oké, die discussie is voorlopig afgerond. Het college heeft ook gezegd, in ieder geval niet tot en met 2013. Daarna moeten we maar eens weer kijken. Ja, en dat er gewoon die gesprekken doorgaan is natuurlijk wel vreemd. Hoe hoog wil jullie dit spelen, dit verhaal? Is het echt een punt waarvan je ook zegt van nou, op een gegeven moment gaan we ook richting wethouder toch wel eens even vragen van Nou, wij willen altijd, daarom stellen we ook vragen. En die vragen zijn wat ons betreft ook opengesteld. En daar willen we ook echt gewoon de antwoorden op afwachten. Kijk, je kan wel van op voorhand roeten, dit kan zo niet en ik weet niet wat. Ik vind ook dat iemand de mogelijkheid moet hebben om een verklaring te geven waarom iemand het zo gedaan heeft. En daar moet je dat op gewoon bekijken van wat wil je daar nou verder mee? Eerst en hoeveel steun kan je ook krijgen? De antwoorden op de merites bekijken. Okay. Klopt. Een ander actueel punt, want ja, we vliegen van het ene actueel punt in het andere, is de cultuur. Ja. Ook voor de VVD een belangrijk punt. Zelfs zo belangrijk dat jullie een expertmeeting cultuur gaan organiseren. Ja, klopt. Nu is dat een beetje een ingewikkeld woord, expertmeeting. Dat klinkt een beetje met allemaal dure mensen. Maar wat is de bedoeling van zo'n expertmeeting cultuur? Nou kijk, we hebben gezegd ook, er zijn vrij grote bezuinigingen aangekondigd door het college op cultuur. Wat ons betreft is niet uitgesloten dat er bezuinigd wordt op cultuur. Maar men neemt nu wel een heel groot voorschot erop door ook te zeggen van bijvoorbeeld Parnas moet dicht. Ja. Wij willen toch, en dat gaat dan over cultuur, educatie. En daar hebben wij van gezegd, we zouden eerst eens moeten bepalen van wat we willen. En dan de vorm en wat er dan bij hoort om dat te realiseren, die discussie krijg je daarna pas. Dus vandaar dat wij ook zeggen, een expertmeeting, dat is inderdaad een beetje duur woord, maar dat zijn gewoon een aantal experts uit de rest van het land die veel met cultuureducatie doen, om eens te vragen van wat is nou minimaal nodig, wat heb je en hoe kan je dat dan ook vormgeven? Kan het onderwijs bijvoorbeeld, zoals het college wil, dat allemaal oppakken? Moet het allemaal in de wijk en kan je zonder een centrale voorziening in de stad? Nou, dat zijn allemaal vragen waar we hopen dat we input krijgen van die experts. Is het alleen eenrichtingsverkeer van een aantal deskundigen? Of is er ook de andere groep experts, dat zijn natuurlijk de gebruikers, krijgen die ook de gelegenheid om hun zeggen? Nou, we hebben nu eerst deze stap genomen om die experts en dan in discussie met de raadsleden en de woordvoerderscultuur, zeg maar. Maar het zou ook prima kunnen dat de gebruikers daarna ook nog wat organiseren. Uiteindelijk de definitieve beslissing door de raad vindt pas in het voorjaar plaats. En er is natuurlijk ook vanuit het college een cultureel kwartiermaker aan de gang. Ja. Ja. Waar jullie trouwens ook kritische vragen bij gesteld hebben, althans qua doelstelling. Ja, wij willen de opdracht wat breder en wat opener hebben. Nu is de opdracht alleen van sluit Parnas. En zorg dat het de wijken gaat. Ja. En wij zeggen van nou, kijk daar naar open naar, zorg dat ook het culturele veld in Leeuwarden hun creativiteit en innovatievermogen kan inzetten om te kijken van hoe kan je met minder geld toch een heel goed product nog leveren. En laat dat dan open hoe dat precies vorm moet krijgen. Dus wat ons betreft toch breder kijken naar bredere opdracht voor die cultuurmaker. Eerst kijken wat je wil en dan de vorm en niet de vorm laten beheersen. Ja, niet eerst zeggen van het moet per se zo en dan kijken van hoe kan ik het dan invullen, maar andersom. Ja. Even terug naar die expertmeeting. Ik kan me voorstellen dat er veel belangstelling voor is. Waar en wanneer is dat? Dat is op 1 oktober van 3 tot 5 en het is in het stadhuis. Nou, dat moet voor iedereen te vinden zijn. En het is ook voor iedereen toegankelijk. Ja, we hebben wel gezegd, we willen wel een beetje gestructureerde discussie. Dus in principe zijn er een aantal toehoorders, is iedereen welkom. En voor de rest gaan een aantal mensen in discussie vanuit de raad met de experts. En die experts zijn, weet je die zo uit het hoofd? Ik durf de namen zo uit het hoofd even niet te zeggen. Nee, dan moet ik het lijstje erin. Maar het zijn wel mensen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van... Ja hoor, het zijn mensen die landelijk ook wel hun sporen hebben verdiend wat dat betreft. Ja, zeker. Ander punt waar jullie deze week ook aandacht voor gevraagd hebben afgelopen week is de politie. En dat is altijd een punt waar ik heb waar de VVD... Echt VVD-punt, hè? Echt VVD-punt. Ja. Jullie maken je zorgen over de bemensing bij de politie. Ja, klopt. Er is een onderzoek gedaan. Er zijn grote tekorten bij het korps in heel Friesland. En er liggen een aantal scenario's op tafel die de hoeveelheid politieagenten als een van de opties heeft dat er minder politie komt.
En nou ja, goed, dat basispolitiezorg ook zeg maar in het geding komt. En wat ons betreft hebben wij in ieder geval de opdracht gegeven aan de burgemeester, die daarin wel twee petten heeft natuurlijk, want die is ook verantwoordelijk voor de totale politie, om te regelen dat er in ieder geval in Leeuwarden niet minder agenten komen. Want wij vinden dat er al veel te weinig agenten zijn. En dat het zeker niet ten koste mag gaan van de hoeveelheid die in Leeuwarden aan politieagenten op straat is. En aan hoeveel denk je dan, als je even in aantal praat? Er is destijds voor heel Friesland ging het om iets van 230, 240 FTE. Die erbij zouden politieagenten moeten doen. Nou nee, dat zijn die ze eraf eigenlijk willen hebben. En wij zouden zeggen juist van hier in Leeuwarden van je moet er eigenlijk meer agenten bij krijgen. Als je kijkt naar de hoeveelheid criminaliteit in Leeuwarden, hebben wij gewoon iets van 50, 60, 70 agenten, zelfs te weinig. Als je kijkt naar de rest van Friesland. Nou, dan is het wat ons betreft onacceptabel dat je zegt van er zouden nog minder agenten moeten komen dan we nu al hebben. Er moeten eerder meer bij. Ja. Zie je het gebeuren? Ik heb mijn hoop toch een beetje ook op het nieuwe kabinet gevestigd wat dat betreft. En dat die een deel van de bezuinigingen op de politie die het vorige kabinet heeft ingezet terughaalt. En goed, als je de verkiezingsprogramma's van de partijen die nu aan het praten zijn bekijkt, dan zouden er extra agenten bij moeten komen, denk ik. En daar heb ik toch ook wel mijn hoop op gevestigd. Ja, ik denk dat het in Friesland een hele moeizame discussie wordt. Ja. Ja. Op dat kabinet komen we straks nog even terug. Maakt onderdeel uit van het veiligheidsbeleid, opbouw van de veiligheid, ook voor jullie toch wel een heilig huisje? Ja, wij vinden dat daar eigenlijk, nou bijna nooit genoeg, maar daar moet je gewoon goed mee, goed in investeren ook wat ons betreft. Om toch vooral ook de overlast die mensen ervaren, om daar zoveel mogelijk ook tegen te gaan. En mensen zich gewoon veilig voelen, want dat is wel een hele belangrijke voorwaarde voor mensen als ze door de stad heen lopen of in de dorpen zijn. Is dat zo slecht gesteld met het gevoel van veiligheid? Nou, dat verschilt heel erg van het gebied van de stad waar je bent. Als je kijkt naar de binnenstad is dat bijvoorbeeld nog steeds wel slecht. En daar vind ik ook dat je een heleboel middelen moet willen inzetten om te kijken of je dat weer op orde kan krijgen. De discussie over cameratoezicht in Leeuwarden is natuurlijk altijd heel erg moeizaam geweest. Ja. Waar in andere steden echt heel veel camera's soms hangen vanuit de overheid. Ja, hebben we hier sappelen als er één cameraatje bij moet komen. En dat vind ik een discussie. Dan denk ik, jongens, ik snap best dat je principieel op cameratoezicht tegen kan zijn. Wij zijn dat niet. Maar als je dan toch camera's neerzet, zullen we dan ook niet over die laatste paar extra. En wat ons betreft zouden er ook wel meer camera's bij mogen. Okay. Verleden week zat hier Hendrika Sootsma. Die zei op datzelfde cameratoezicht van het is alleen maar verplaatsing van het probleem. Want je kunt op plaats A een camera hangen, maar dan gebeurt er wel op plaats B waar geen camera hangt. Nou, je merkt toch dat er gebieden zijn waar mensen het prettig vinden om rond te hangen. En waar het ook makkelijk is om rond te hangen. Dan heb je een hele poos natuurlijk ook bij de Mercuriusfontein gehad. En er zijn plekken waar ze dat veel minder graag doen. Dus op het moment dat je die plekken waar men graag rondhangt onaantrekkelijker maakt, ja, dan zal het zich wel ietsje verspreiden. Maar dan zijn de plekken waar ze veel makkelijker ook zeg maar de politie kan ingrijpen. En bijvoorbeeld bij de Mercuriusfontein was het zo, ze schoten al die steegjes in, ze waren weg en ze vonden ze nooit weer. En dan is het voor de politie ook moeilijk om op te treden. En dus die plekken waar dus het moeilijk is voor de politie om op te treden en waar het ook gewoon extra ogen voor de politie zijn, zeg ik van zie ik het probleem niet. Openbare veiligheid. Werk en inkomen, een punt wat jou ook erg aan het hart brengt. Met name als het gaat om de lokale lasten. Je zei dat het niet omhoog met de lokale lasten, liever nog omlaag. Ja. Ben je wat dat betreft tevreden wat er in het huidige collegeprogramma staat van Nee. Nee, daar was ik al bang voor. Maar nee, staat toch iets in wat jullie aan moet spreken van de lokale lasten. Ja, het wordt een beetje gepresenteerd als zijnde dat het gelijk blijft of omlaag gaat. Dat staat er letterlijk in, hè? Ja, dat staat er letterlijk in. Alleen je moet wel even kijken waar dat op komt. Dat komt voor een deel door de afvalstoffenheffing. Nou, daar is in het verleden afgesproken dat die gewoon omlaag zou. En op het moment dat je dus nu niet de rioolrechten bijvoorbeeld omhoog gooit, zoals het college doet met meer dan 1 miljoen euro, zou je gewoon een daling van de last hebben. En dat is natuurlijk helemaal goed voor mensen. Bovendien is het voor een deel ook een tijdelijk effect, want in het college, in de programmabegroting staat op dit moment ook dat hier volgend jaar waarschijnlijk de afvalstoffenheffing weer met 8% omhoog moet. Denk ik van, dan is het nu wel een jaartje even leuk presenteren, maar als dan vervolgens volgend staat jaar staat mooi weer in het collegeprogramma, maar het heeft voor jou geen inhoud op lange. Nou ja, goed, en je bent voor een groot deel nog afhankelijk van de realisatie van de REC in Harlingen, want daar hangt de verlaging van de prijs mee samen. Ja, goed, en de vraag is hoe snel dat gaat. Ja. En ik denk dan van op het moment dat je daar een bezuiniging kan realiseren en minder kosten voor de burger kan krijgen, breken die dan ook door en zet die nu niet in om dan via de rioolrechten het totale plaatje van lokale lasten gewoon weer gelijk te krijgen. Dat is een beetje creatief boekhouden op die manier. Wat mij betreft wel, ja. Ja. Ja.
Het is een kleine stap naar de programmabegroting. Je noemde het net al even, de programmabegroting 2011, over 2 weken aan de orde in de Raad. Je hebt de stukken gezien. Hoe kijk je er nu tegenaan? Ja, het is in feite een vertaling van het collegeprogramma. Dat is bijna 1-op-1 een vertaling voor mijn gevoel. Dat is op zich ook niet zo gek natuurlijk. Dat is ook niet zo gek, maar de vraag is of de ombuiging en de voorstellen die erin zijn, of dat voldoende is voor de toekomst. In principe staat er in dat jij vraagt, 2014 12 miljoen euro bezuinigen. Maar goed, wat mij betreft zou je eerder al toch al veel meer maatregelen moeten nemen. En ik verwacht dat er vanuit het Rijk toch nog wel behoorlijk wat extra maatregelen komen, waardoor we... Nou ja, toch nog wel wat moeizamer gekomen te zitten ook met het geld. En dan heb ik zo van, dan maar direct ook een deel van de maatregelen doorvoeren in plaats van kijken van nou... Vindt het college te behoedzaam, te voorzichtig? Ja, ik denk wel dat je zo snel mogelijk de boel op orde moet krijgen en ook het geld weer, de inkomsten en uitgaven, dat doe je thuis ook, zo snel mogelijk weer in de pas laten lopen. En dan niet, maar vanuit wat spaarpotjes zeg maar het tijdelijk even aanvullen. Nee. Want dat doe je thuis ook niet. Je noemt behoorlijke bedragen, hè? 12 miljoen, 14 miljoen. Waar moeten we dat vandaan halen? Nou ja, goed, je zal moeten snijden. Dat zijn pijnlijke maatregelen. Hebben wij ook aangegeven bij de verkiezingen. Wij willen ook kritisch kijken bijvoorbeeld naar zaken als de WMO. Daar zijn gigantische tekorten op dit moment en die lopen ook nog steeds op. En dan moet je gewoon tijdig maatregelen nemen van kan ik het pakket aanpassen, kan ik toch op een andere manier kijken. Huishoudelijke hulp? Huishoudelijke hulp bijvoorbeeld, maar ook wat vroeger dan de WVG-voorzieningen waren, zoals rollators en aanpassingen in huis en dat soort zaken. En dan moet je gewoon tijdig maatregelen ook naar nemen en kritisch naar durven kijken. Of tot de conclusie komen, zoals misschien sommige partijen straks ook wel genoemd, dat je er geld bij wilt leggen, maar dan moet je het ergens anders vinden. En wat ons betreft moet je gewoon heel kritisch kijken en moet het binnen het budget wat wij van het Rijk krijgen ook uitgevoerd worden. Ja, en dat budget gaat alleen maar omlaag. Ja, nou bij de WMO valt het op dit moment nog wel wat mee, maar ik verwacht daar in de toekomst denk ik van de regering die eraan komt ook nog wel wat maatregelen, ja. Ja. De WMO, maar cultuur hebben we al genoemd als bezuiniging. Wat zijn daar verder nog voor mogelijkheden? We hadden over Parnas, cultuureducatie. Ja. Ja, er zitten natuurlijk in het culturele programma veel meer dingen. Wij hebben wel gezegd van nou, cultuureducatie is juist iets wat de gewone mensen heel erg raakt. Dus dat vinden wij gewoon wel heel erg belangrijk. En misschien moet je eens naar wat andere dingen binnen de culturele sector krijgen. Wat dacht je bijvoorbeeld arts in residence bijvoorbeeld, atelierruimtes. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van harmonie? Ja, nou, we hebben wel de harmonie heeft inderdaad ook tekorten op dit moment. Ja, en die worden maar mooi betaald door de gemeente. Ja, dat schijnt in de statuten te staan. 1 miljoen tekort. Nou, dat heeft ons ook wel wat overvallen in die zin. Maar wij zien ook wel dat de harmonie gewoon een hele belangrijke functie voor de stad heeft en ook voor de regio. Maar wist je, veel mensen er plezier aan beleven. Wat ik begrepen heb is dat er dus een overeenkomst was met de harmonie, waarin staat dat de gemeente de tekorten voor haar rekening neemt. Ja. Wist jij van die overeenkomst af? Ik wist dat ze een zogenaamde B3-status hadden en dat wij verantwoordelijk waren voor het personeel wat in het verleden ooit mee is overgekomen. Maar dat is wat anders? Ja, dat is voor het personeel. Ik wist niet dat wij alle tekorten zouden moeten aanzuiveren. Dat was voor mij ook nieuw. Ja. Ja. En tot hoever loopt die overeenkomst? Het staat in de statuten van de stichting waar de harmonie eigenlijk onder is gebracht. Nou zijn wij geloof ik bevoegd om als gemeenteraad die statuten ook te mogen wijzigen. Maar goed, dan moet je wel heel erg goed kijken wat de juridische gevolgen daarvan zijn. Dus daar moet je gewoon ook echt goed naar kijken. Van, ja. Maar het heeft iets van een open eind natuurlijk. Hè? Van de, ja, zoals er nu zomaar, staat is een open eindregeling. Ja. Ja. Want elk tekort wordt wel aangevuld. Ja. Ja, nou ja, goed, en dan als je op het moment dat je een open eindregeling hebt, wil je als raad natuurlijk ook goede informatievoorziening over wat gebeurt er precies, wat zijn de plannen, wat voor type beleidsplannen hebben ze en wat heeft dat ook voor gevolgen voor de financiën, voor de inkomsten en de uitgaven. En tot nu toe is dat redelijk op afstand geweest en ik denk dat dat wel gaat veranderen. Ja. Gaan jullie hier nog op reageren op dit harmoniegebeuren als VVD-fractie? Wij willen sowieso de inhoudelijke discussie nog aan, maar we hebben met de andere oppositiepartijen voor vandaag een interpellatie aangevraagd om over de informatievoorziening vanuit het college te praten wat dit betreft. Want het college heeft in mei al een besluit genomen en in feite nu in september worden wij pas geïnformeerd. En dat vinden wij niet kunnen eigenlijk als VVD. Het heeft weer met communicatie te maken. Ja, heeft met communicatie weer te maken. Klopt. Ja. Dat is het punt wat al vaker terugkomt. Hè? Nou, het is, wil je als gemeenteraad wat ons betreft je rol goed kunnen vervullen, heb je die informatie nodig. En ook gewoon tijdig nodig en niet maar op het moment dat het uitkomt om het te geven. Dus wij vinden dat wel een heel belangrijk punt, absoluut. We hadden net al even over de bezuinigingen. We hadden de harmonie, Parnas.
Als je kijkt naar andere treinen, zoals bijvoorbeeld sport, zit daar nog? Nou ja, goed, we hebben wel in het verleden gezegd van daar zou je eens naar kunnen kijken of je toch niet een andere financieringssystematiek doet. Hè. We gaan nu de accommodaties financieren, maar of je niet veel meer naar de personen die of de clubs die het zelf doen zou toe moeten. En daar zou je voor mijn gevoel misschien ook nog wel wat kunnen halen. Het college kiest er nu voor om de tarieven voor de sportaccommodaties te verhogen. Ja, of dat dan de methode is, dat vraag ik mij af. Ja. En uiteindelijk, hoe je het ook wendt of keert, komt het altijd weer bij de burger terecht, hè? Ja, maar goed, dat is alles wat de overheid doet natuurlijk. Of je haalt zeg maar, de inkomsten en de belastingen ga je verhogen. Of je gaat zeg maar, van de voorzieningen die er zijn voor mensen ga je uitkleden. Dat is toch een beetje de balans die er gezocht wordt. En de een kiest hiervoor en de andere kiest daarvoor, dat klopt. Ja. En dan ga je uit van de liberale standpunt, uitgangspunten. Nou ja, goed, wij vinden de lokale last hier gewoon al hoog. Ook als je het vergelijkt met andere gemeenten. Het college probeert dat wel eens wat, te bagatelliseren. Maar als je zeker kijkt naar per hetzelfde huis in een verschillende gemeente, dan is Leeuwarden gewoon heel erg duur. En het voordeel dat we redelijk uit de lijstjes komen, zeg maar, hè, dat zijn altijd van die mooie staartjes met tabelletjes en ranglijstjes, is dat wij gewoon een lage gemiddelde woningwaarde hebben. Dus als een woningwaarde in Heerenveen gemiddeld 250.000 euro is en hier 150.000 euro, ja, dan is het ook slecht vergelijken. Maar dan ga je die twee huizen met elkaar vergelijken, dat is natuurlijk raar. Je moet een huis van 2 ton, moet je ook een huis met 2 ton vergelijken in Heerenveen wat je dan moet betalen. Ja. In deze tijd van recessie, is het leuk om politicus te zijn in Leeuwarden? Nou, dat is het ook in goede tijden wel. Het is politiek gezien natuurlijk best boeiend om in deze tijden. Maar die wel verdeeld van de armoede in de komende tijd. Ja, maar goed, ik denk ook dat juist de politiek ervoor is om de keuzes te maken. Ook van de politieke achtergrond die je hebt. En er valt ook wat te kiezen. Dat is natuurlijk in goede tijden is dat wat makkelijker. Maar ik vind ook dat het juist nu belangrijk is om ook mensen uit te leggen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. En daarover communiceert met mensen. Ik wil even een uitstapje maken naar even buiten de gemeente. De gemeente Leeuwarden wat groter. Ja. Krijgt er een stuk van de gemeente Bornsteheim bij. Nu werk jij in de gemeente Bornsteheim, dus je kent de gemeente heel goed. Mm-hmm. Wat krijgen wij erbij als gemeente Leeuwarden? Nou, ik heb mezelf voorgenomen dat ik zowel in Bornsteheim me niet bemoei met herindeling en ook hier niet. Dus ik doe ook geen uitspraken over dat soort zaken. Ik vind dat ook, dat laat ik ook aan de rest van de fractie over op het moment dat het aan de orde komt. En ik heb ook me voorgenomen om daar in het openbaar geen dingen over te zeggen. Maar we krijgen wel een mooi stukje erbij. Het is een prachtige gemeente. Het is een mooi stukje Friesland, absoluut. Ja, nog heel mooi gaaf landschappelijk ook en hele mooie meren. Dus het is wel een fantastisch stukje Friesland. Dus Leeuwarden wordt er alleen maar mooier op. Dan gaan we nog een stapje Leeuwarden verder. Leeuwarden is ook al mooi hoor. Ja, we gaan nog even een stapje verder, want daar kunnen we natuurlijk niet omheen. We zitten in de kabinetsformatie. Ja. VVD, grootste partij in Nederland. CDA, PVV. In CDA zijn nog wat strubbelingen, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Maar deze week begon er ook in de VVD, was er het nodige. Ja. Joris Voorhoeven, niet die eerste, de beste, die verlaat de partij. Hoe is dat overgekomen bij jullie? Nou, hij was de partij al, had hij al half verlaten volgens hij mij. Hij was al lid van hij D66. Hij was al lid van D66 geworden vanwege de standpunten van de VVD over ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse. Ja, maar toch, het is toch een prominent. Tuurlijk, het is een prominent die weggaat. Hij is een fractievoorzitter geweest, minister van absoluut. Defensie. Ja. Ik vind het ook jammer dat soort mensen die beslissingen dan nemen. Maar goed, ik snap het ook wel van hem uit. Hij maakt daar een duidelijke keuze in. En ik bedoel, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen uiteindelijk. Ja, maar is het slecht voor de partij? Of? Ach, ja, of het slecht voor de partij is. Kijk, je hebt het natuurlijk liever niet. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Ik bedoel, dat zou raar zijn als je zegt van, god, wat fijn dat er nu iemand vertrekt bij de VVD. Dat is ook niet het geval. Maar het is niet in die zin massaal of iets dergelijks. Er zijn natuurlijk mensen die ook... Ja, die ook wel vraagtekens binnen de VVD hebben over bepaalde punten van moet het wel en dat soort zaken. Maar het is absoluut niet massaal. Ik geloof dat de discussie toen men met Paars Plus aan het onderhandelen was, veel heftiger was binnen de VVD. Toen was die discussie hoog, hè? Ja. Ja. Nou, die was behoorlijk heftiger dan nu. Ja. Hoe kijk je er zelf tegenaan tegen deze kabinetsformatie? Ja, ik vind het is een meerderheid. Het volk heeft toch een heel kleine meerderheid. Een heel kleine meerderheid. Maar er zijn toch ook 1,5 miljoen mensen die op de PVV gestemd hebben. Ik ben het niet eens met de standpunten van de PVV. Maar goed, dat ben ik met een aantal andere politieke partijen op sommige principiële punten ook niet. Ik vind ook dat ze het nu maar eens moeten waarmaken. En ik denk dan ook van als wij gewoon een groot deel van ons eigen verkiezingsprogramma kunnen realiseren. Want daar gaat het wat ons betreft natuurlijk om. Dat je dat ook... dat je dit gewoon ook maar eens een keer een kans moet geven. Kans geven. Zie je het zitten met de CDA wat zo intern verdeeld is?
Ja, CDA is nu wel heel verdeeld en er is heel veel discussie natuurlijk in het CDA. Ik weet niet hoe precies dat uit gaat werken natuurlijk, maar mijn ervaring met het CDA is dat het wel een echte bestuurderspartij is en ook kwalitatief goede bestuurders kan leveren. En ik denk dat dat voor de toekomst dan wel heel belangrijk zal zijn. Van welke poppetjes gaan het straks uiteindelijk ook doen bij het CDA? En goed, ik weet niet, misschien kunnen ze niet de rijen sluiten. Ik kan dat niet beoordelen. Ik ben niet een expert op het gebied van de interne CDA-morus. Maar ik hoop wel dat ze dan intern ook de rijen kunnen sluiten. En dat ze er ook achter gaan staan. Ja. Dus ze moeten maar proberen met z'n drieën, zeg maar. Wat mij betreft wel, ja. Onder leiding van Mark Rutte. Ja. Zou die het kunnen? Jawel, ik vind hem er geschikt voor. Hij is ontzettend gegroeid in de afgelopen jaren. En ik vind hem op het moment echt er ook helemaal klaar voor. Ja. Ja. En stel nou dat er inderdaad een kabinet komt met de VVD. En dan gaan aardig wat mensen uit de VVD-fractie komen in het kabinet. Ja. Je weet al waar ik heen wil. Ja. Dan komt plaats 42 in beeld. En daar stond Aukje de Vries op. Dat klopt, ja. Hoe reëel is dat? Bij de kabinetsformatie nu niet, denk ik. Moet je heel eerlijk in zijn, er zijn 31 zetels. De inschatting in zijn algemeenheid van iedereen is dat er 5 of 6 misschien uit de fractie het kabinet in zouden kunnen gaan. Het zou ook niet goed zijn als er heel veel ervaring uit die fractie gaat natuurlijk. En dan zit je op 6, 37 zetels. Dus dan zijn we er nog lang niet. Nee. Maar dus stiekem, dat zie ik nu niet gebeuren. Maar je zou het stiekem wel willen. Natuurlijk, anders ga je ook niet op een lijst staan. Daar moet je wel heel eerlijk in zijn. En als je ook in zo'n traject meeloopt en er even aan kan proeven, dan is het wel heel erg leuk. En dan krijg je er ook wel meer zin in nog, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, ik zie dat niet gebeuren bij de kabinetsformatie op dit moment. Het zou misschien tussentijds in de loop van 4 jaar, als het kabinet 4 jaar zit, kunnen. Maar je weet het niet. Het is maar net wat het verloop is in de fractie. Ja. En anders zijn er over 3,5 jaar, uiterlijk 3,5 jaar natuurlijk weer verkiezingen. Ja. Klopt, En dan staat Aukje de Vries er gewoon weer op. Ach, dan moeten we dan zien hoe de wereld er dan bij staat. En dan moet Andries Veld maar zelf maar zien waar die briefpapier vandaan had. Dat lukt hem vast ook, ja. Oké, Aukje de Vries, ik wil je bedanken voor je komst. Graag gedaan. Succes hier en waar dan ook. Dankjewel. Dit was voor deze week Gouden Bergen. Graag tot ziens.